De nieuwe eigenaar van het voormalige terrein van de glasfabriek, Vondelingenplaat Recycling uit Rotterdam, heeft een groot aantal bomen verwijderd van het terrein. Naar verluidt meer dan 200 bomen zijn gekapt zonder de benodigde papieren daarvoor in bezit te hebben. Bij de gemeente Tiel is geen omgevingsvergunning aangevraagd en dus ook niet verleend. De provincie Gelderland geeft voor dit soort bedrijven een provinciale milieuvergunning af en is derhalve het bevoegd gezag. Bij het recyclingbedrijf was niemand bereikbaar voor commentaar.